Suriname heeft met de Verenigde Naties een samenwerkingsprogramma ondertekend. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Dit samenwerkingsprogramma heeft te maken met duurzame ontwikkelingen in het Caribisch gebied en wordt door de VN, de United Nations Multi-Country Sustainable Development Framework, genoemd. Samen met diverse ministeries en internationale organisaties zal de komende 2 jaren aandacht worden geschonken aan projecten in de volksgezondheid, onderwijs, landbouw, milieu, bevolkingspolitiek, mensenrechten, gender en de jeugd. Het samenwerkingsprogramma is inmiddels ook goedgekeurd door de Raad van Ministers, aldus het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht.